Voor veel mensen een droom die uitkomt. Eindelijk zwanger. Zie je dat? Zeer bizar, denk ik. Maar wat als het er niet één, niet twee, maar drie blijken te zijn? Een grote roze wolk met drie keer zoveel liefde. Wie is dit dan? Toen was je geboren. Maar ook met drie keer zoveel hectiek. Het is zo'n moment dat ze allemaal tegelijk aandacht willen. Welke ga je kiezen? Met een drieling heb je standaard te weinig handen. Ik had dat heel anders voorgesteld, dat je dat samen doet. Ik ben altijd heel erg van de lijstjes. Meestal Excel-lijstjes wordt altijd geroepen. Ze zijn er. Hallo. Soms zit je er helemaal doorheen. En als ze dan naar je lachen, dan... Je krijgt er veel liefde voor terug. Stream meer dan verwacht op NPO Start.